Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in heel Nederland vrouwen actief in het verzet. Ze willen niet zomaar toekijken hoe mensen slachtoffer worden van de nazi-terreur. Maar veel van deze verzetstrijders raken na de oorlog in de vergetelheid. Dit zijn twee van hen. Jacoba van Tongeren en Helene Kuipers-Rietberg. Op het oog twee heel gewone vrouwen. Jacoba is maatschappelijk werkster in Amsterdam en Helene zorgt in Winterswijk voor haar 5 kinderen. De twee zullen elkaar nooit leren kennen, maar beide nemen tijdens de oorlog een belangrijk besluit. Ze richten een verzetsgroep op. En dat is bijzonder in een tijd waarin vooral mannen de dienst uitmaken binnen de verzetsbeweging. Jacoba en Helene redden vele duizenden levens. In deze video zoeken we uit wie ze waren en waarom we ze niet mogen vergeten. Jacoba van Tongeren is 37 als ze in 1941 hier in Amsterdam een eigen verzetsgroep opricht, groep 2000. Met 150 medewerkers helpt ze onderduikers aan een schuiladres en aan voedselbonnen. Geheimhouding is een noodzaak, ook binnen de verzetsgroep zelf. En dus kent niemand elkaars naam, maar krijgt iedereen een nummer. Jacoba zelf is nummer 2000. En om de adressen van onderduikers veilig te bewaren, bedenkt Jacoba een code. Die is alleen met een codesleutel te ontcijferen. Voor de voedselbonnen die daar door onderduikers gesmokkeld worden, ontwerpt Jacoba een vest. Als ze dat aantrekt, dan lijkt ze net zwanger. Er passen wel 5000 voedselbonnen in. De bonnenkoningin, zo wordt ze ook wel genoemd. In Winterswijk helpen Helene Kuipers-Rietberg en haar man Piet onderduikers uit de Achterhoek aan een veilige plek. Dat doen ze onder hun schuilnamen, oom Piet en tante Riek. Tante Riek is 47. Haar lijfspreuk is, je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten. In hun huis is het een komen en gaan van mensen uit het verzet. En dat is niet ongevaarlijk, want in Winterswijk wonen veel NSB'ers. Er zijn steeds meer onderduikadressen nodig en daarom wil tante Riek een grotere landelijke verzetsgroep oprichten. Ze vraagt de jonge predikant Frits Slomp om haar te helpen, om het land door te reizen op zoek naar nieuwe adressen. Slomp aarzelt, hij durft niet, maar tante Riek weet hem over te halen. Later in 1963 legt Frits uit hoe. Ze keek me aan en zegt, kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en als er duizenden jongens gered werden. Ik heb daar niks meer op kunnen zeggen. Dankzij de contacten en het leiderschap van tante Riek zetten ze de grootste verzetsorganisatie van Nederland op. De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Die hulp biedt aan zo'n 300.000 mensen in gevaar. Ook Jacoba geeft met gezag en discipline leiding aan haar groep 2000, die in Amsterdam duizenden onderduikers helpt. In 1944 moet ze opboksen tegen de leider van verzetsgroep Vrij Nederland, Henk van Randwijk. Er wordt gepraat over een fusie tussen die twee groepen. Van Randwijk eist direct het leiderschap op. Dat is niet iets voor een vrouw, vindt hij. Het maakt Jacoba woedend en ze stuurt hem weg. In haar memoires schrijft ze: ik kook bijna van verontwaardiging over de arrogantie van deze verloren zoon, die hier optreedt als een kleine, verjongde uitgave van een Germaanse dictator. De fusie gaat niet door. Op 9 maart 1945 vallen Duitse soldaten het hoofdkwartier van groep 2000 binnen, hier op Stadhouderskade 56. Er is niemand binnen, maar ze nemen alle administratie mee. De codesleutel vinden ze niet. Jacoba geeft haar medewerkers nadrukkelijk de opdracht om niet in actie te komen. Toch kunnen een aantal groepsleden het niet laten. Ze vallen het pand binnen om de codesleutel veilig te stellen. Er ontstaat een vuurgevecht en een Duitse officier komt om het leven. De actie heeft verschrikkelijke gevolgen. Als vergelding halen de Duitsers 30 mannen uit de gevangenis. In het weteringplantsoen worden ze allemaal doodgeschoten. Jacoba ziet het van een afstand gebeuren. Het is de zwartste dag uit haar leven en de herinnering eraan zou haar blijven achtervolgen. Ook tante Riek merkt dat de Duitse bezetter steeds meedogenlozer wordt.
In augustus 1944 wordt ze verraden en samen met haar man opgepakt. Ze komen hier terecht, in de koepelgevangenis van Arnhem. Tante Riek neemt alle schuld op zich. Een vrouw zullen ze minder hard straffen, is het idee. Oom Piet wordt inderdaad vrijgelaten. Tante Riek moet naar Ravensbrück, een concentratiekamp voor vrouwen in Duitsland. Onderweg gooit ze een briefje uit de trein. Lieve Piet en kinderen, zitten in wagons te wachten op transport. Waarheen? We weten het niet. Wees Goden bevolen. Bid voor elkaar. Je liefhebbende moeder. Pas maanden na de oorlog hoort Piet dat zijn vrouw door ziekte is omgekomen in het kamp. Overlevenden vertellen hoe tante Riek hen tot het laatste moment heeft gesteund. Het verdriet is groot in het gezin. Als prinses Wilhelmina in 1955 in Winterswijk een standbeeld voor tante Riek onthult, vertelt haar dochter: ik miste alleen maar mijn moeder heel erg. Jacoba overleeft de oorlog wel. Als prins Bernhard hoort wat zij en haar groep 2000 betekend hebben, is hij onder de indruk. In u zijn 10 generaals verloren gegaan, zegt hij tegen haar. Tante Riek en Jacoba van Tongeren. Twee van de vele verzetsvrouwen die Nederland gekend heeft. Ze namen grote risico's en redden daarmee de levens van duizenden mensen.